probeer ook wat meer gefocust op trainingen, ook op de start te werken nog eventjes. En dan ga ik proberen stap voor stap steeds beter te lopen. Je zei in maart, je gaat een seizoen tegemoet waarin je meer naar de ontspanning wil zoeken dan voorgaande jaren. Hoe ontspannen ben je op het moment? Nou, ik heb nu een aardige pittige maand achter de rug, maar over het algemeen ben ik ontspannen. Er zijn dingen die nieuw zijn geweest, dus ik ben bijvoorbeeld naar Shanghai geweest wat iets nieuws is, wat ook gewoon energie geeft. En het was een heftige, maar wel een leuke maand. En dus daar zoek je ontspanning in, nieuwe dingen zoeken? Soms een beetje andere prikkels, anders dan anders. Dus denk ik wel goed om zo'n jaar een keertje op die manier te ervaren. Ook buiten de sport andere dingen? Niks heel bijzonders, behalve dat ik een pup heb van 9 maanden. Dus dat is wel een aardige uitdaging op zich. Maar dat kan wel in combinatie met sprinten nog zo'n pup? Zeker, heerlijk. Lekker wandelen de bossen, dat geeft mij heel veel ontspanning. Ja. Rennen veel van jouw concurrenten vanavond rennen ze in Rome voor de Diamond League. Jij hebt gekozen voor de Fanny Blankers-Koen Games. Waarom precies? Sowieso omdat ik voor Nederlands publiek loop. Dat vind ik echt heel geweldig. Ik vind de FBK Games echt een leuke wedstrijd, dus kies ik bewust voor de FBK Games deze keer. Ja. Ga je wel kijken naar je concurrenten, hoe die rennen donderdagavond in Rome? Weet ik eigenlijk niet. Misschien wel, het ligt eraan. Als ik thuis ben, dan kijk ik. En als niet, dan kijk ik niet. Kijk je naar hun tijden later dan? Nee, daar ben ik ook niet heel erg mee bezig. Want het ligt heel erg, tijden zijn heel erg afhankelijk van omstandigheden. Dus als ze hele goede omstandigheden hebben, dan kunnen ze goede tijden lopen. Dus nee, ik kijk er niet heel erg naar. Ja. En je zei eerder, je hebt 100 meters nodig echt om een beetje goed te oefenen voor die 200 meter. Heb je nog de 100 meters in de planning voordat je naar Berlijn gaat, naar de EK? Alleen nu heb ik eerst 2 keer nog een 200 op de planning staan en dan komen er nog 100 meters aan. Ik probeer ook wat meer gefocust op trainingen, ook op de start te werken nog eventjes. En dan ga ik proberen stap voor stap steeds beter te lopen. Ja, en hoe uit dat zich? Meer focus op de start, wat doe je dan precies? Starten met anderen. Dus starten met mannen, tegen mannen. Zorgen dat je in ieder geval scherp bent in dat opzicht. Ik weet dat je niet echt over tijden het wil hebben dit seizoen, meer over gevoel. Maar heb je iets van een richttijd voor de FBK Games? Voor de FBK Games? Nee, ik probeer gewoon de seasons best te lopen. Dus ik probeer in de FBK Games gewoon weer harder te lopen dan dat ik gedaan heb dit jaar. Dus gewoon beste tijd en dan zit het goed voor Berlijn daarna? In principe wel, ja.